van Kruimeltje. Trouw je loper, denk ik. Een kopje voor mijn liefst. Alsjeblieft. En ik heb voor de kinderen. Oh, Sammy er ook. Sammy zit erbij. Hey Sammy, goedemorgen vriend. Ik heb voor jullie ook wat lekkers meegenomen. Kruisjes. Die lusten jullie vast wel zeker wel. Want jullie zijn en blijven papa en mama's. Druifjes. Oh, je wil lekker wakker worden. Voor de kindertv. Hey Luxie. Ja, ben jij aan het doen, Lu? Ja, ik heb nog lamellen die zitten. Schuim. Oh, Luxie. Luxie, moet die aan? Ja. Michelle, die zit al lekker hier. Ben jij weer aan het kleuren? Wow, nummer 3. Oh, baby. Ik ben 3. Nummer 3. Gefeliciteerd. Hebben de kids lekker gespeeld en we gaan zo aankleden. Want waar gaan we vanmiddag naartoe, kinderen? We gaan naar Kruimeltje. Kruimeltje, maar wie is Kruimeltje? Kruimeltje is eigenlijk een kindje iets van 9 jaar of 10 jaar. Oké. Okay. En die haalt allemaal boekstreken uit en dan kan het nog erger worden. Wij zijn inderdaad uitgenodigd voor de filmpremière van Kruimeltje. Dus we gaan naar de bioscoop. En als het goed is, hebben ze daar ook allemaal leuke spelletjes. Ouderwetse spelletjes, want Kruimeltje speelt zich af in een ouderwetse tijd van vroeger. En volgens mij kunnen we daar ook allemaal leuke spelletjes doen. Zoals bijvoorbeeld spijkerpoepen. Weten jullie wat dat is? Nee. Spijkerpoepen, wat zou dat nou zijn? Dat is een heel ouderwets spelletje. Nou, ik denk dat ik het jullie niet ga vertellen. Dat gaan jullie daar gewoon zien, denk ik. Nou. Nee, moet je met een spijker in een potje gaan. En die hangt dan aan je derrière. Aan je billen. En die moet je dan zo in een potje proberen te hangen. Maar goed, we moeten toch echt eerst even gaan aankleden. En nu wil ik wel mee. Ik wil een spelletje doen. Niet echt spijkers. Maar we gaan eerst even lekker aankleden en dan op de auto in. En dan gaan we op naar Amsterdam. Op naar Kruimeltje. Kinderen al in de auto. Hebben jullie er zin in of zo? Ja! Hey. Hallo! Zo, kinders, zijn jullie er klaar voor? Ze zijn, ik zie je het doen. Met een lekker bolletje.
Ik zie de kleur is geel en rood. Nee, dit was haar. Dag Pipje. Dat strakjes. Heel zag wit. Wit. De auto. De grijze wolken buiten. De auto. Je bolletje. De balletjes op Lucilla's haarband. Je ogen. Ja. Oh. Wat dan? Oh, je schoenen. Ja. Luxie is als kruimeltje, Luxie. Ja, als kruimeltje. Even zoeken naar een parkeerplekje, maar kijk, Vara zei al, pas precies. Ik sta hier sterk mee. En die, maar het is wel hier morgen op de brug. Dus volgens mij 3 minuutjes lopen naar Pathé Tuszynski. En daar heb ik zie. Ja, we staan hier op de brug. We waren nog wat te vroeg, dus de kinderen zijn even in een kaaswinkeltje aan het kijken. Souvenirwinkeltje. Wat heb je daar? Oké, een kaasschaafje. Kijk, Sil, en heb je een mooie boerin Barbie, zie je dat? Die kan je ook kopen. En klompjes met potloodjes. En Luan is toch helemaal gek van een kleine kaasschaaf. Oh, we zijn aangekomen. We gaan nog een rode loper. Een rode loper. Even kijken. Ja, hier staat wel. Nou, op naar Kreumeltje. Kreumeltje die is al binnen. Daar gaan we allemaal Hollandse spelletjes mee doen. Dus daar hebben we zin in. Kijk eens. Blijft het mooi, hè? Ja, blijft zo mooi. Zo. Hé, hey, Lucilla. De laatste keer waren we hier met K3. Weet je dat nog? Heel oud theater waar ze nu een bioscoop hebben. Ja. Hoi. En hierboven heb je dus de bioscoopzaal. Supermooi. En het is helemaal in het thema van Kreumeltje natuurlijk. Kijk met het oude orgel. Hallo. Mooi hoor. En we gaan eens even kijken waar de plekjes zijn, dat we alvast een plekje kunnen krijgen. Onze spulletjes even. En hier is weer de mooie ouderwetse zaal. Oké, nou. Hier achter mij heb je allemaal leuke spelletjes van vroeger. En we gaan eens even kijken of we wat leuke spelletjes kunnen gaan doen. Ken jij deze? Oeh, schokken. Wat is dat dan? Dat is, dan moet je met het... Je mag dan niet tegen het stokje aankomen, hè? Want dan krijg je een piepje, denk ik, hè? Zie je dat? Ja, een lampje, maar nu piep. Ja. Nog een keer. Concentreren. Zie je dat, Sil? Voel je dan wat of niks? Of hoor je alleen maar wat? Ja, ik vind het heel moeilijk. Goed zo! Zullen we nou eens kijken of we gaan ballen gooien? Mag dat? Wel, hè? Ja. Kom maar, Sil. Vind je dat leuk? Kom maar, Sil. Gaan we eens even kijken hoe we ballen gooien. Ja, ga je eerst? Oké. Goed zo. Zo. Bijna.
Mama die dacht dat ze ook spijkerpoepen hadden, maar ze hebben hier geen spijkerpoepen. Pjoe. Mama die denkt, ja, dat is een heel ouderwetse spelletje, maar ze hebben wel ballengooien, hebben we net gezien. En boterkaas en eieren, gaan we nou eens even kijken. We lopen hier helemaal, worden allemaal mooie gangetjes heen. Los. Ja. Ja, oh ja, dat kan ook. Ja. Ja, en iets met stokken of zo, zei ze. Ja, ga maar kijken. Heb je dat ook op school? Dan ga maar eens kijken, liefie. Ja, oh, bijna. Nog een keer, volgende. Oh, bijna. Ja, dat is best wel lastig, hè? Dat ziet er weet je welke er valt. Nou kan je pakken. Wafeltjes. Kruimeltjes. Oh, kruimeltjes van de stroopwafel. Kruimeltjes. Ja. Kruimeltjes. Nou, de allermooiste. Mag ik je zo kijken? Jij ook, Sil? Geen. Zonder kruimels. Stroopwafel. Wil jij gewoon een stroopwafel? Kijk, dat is de stroopwafel. Oh, zit er eentje in? Wat zeg je dan? Goed zo. Wil Luxie ook? Wil je ook een stroopwafel? Oh, wat een grote. Hier. Deze. Oh, wat een grote. Ja. Kijk eens. Dit is van Luxie. Wil je zien hoe die gemaakt wordt? Oh, Sil. Wil je weten hoe die gemaakt wordt? Ja. Oh, gaan we even omlopen. Bolletje. Bolletje deeg. Je mooie rond, ik dat bolletje maak. Dat is de mooie rond die stroopwafel eruit komt straks. Drinken halen, wat willen jullie? Appelsap, fristie, chocomel? Zeg maar waar je zin in hebt. Fristie? Hey, schat, ik heb voor jou een colaatje. Alsjeblieft. Nou. Mag ik met kruimels? Ja. Alsjeblieft. Ja. Eerst maar de kruimels. Wij zijn hier met, jawel, Kruimeltje en Anna, die daar achter ook op de poster staan. Want jullie spelen in de film, hè? Ja. Hoe is dat nou zo'n eigen film te hebben? Ja, heel erg gaaf natuurlijk. Ik sta er nog steeds van versteld, want je ziet altijd andere kinderen op zo'n poster. En ik denk, oh, ja. Sta je er opeens zo? En dan staan we er opeens zo voor. Hoe gek is dat dan, hè? En straks hebben we een hele grote bioscoopscherm. Ja. Hoe gaat dat zijn, denken jullie? Heel dat wordt de eerste keer dat jullie het nu gaan zien? Voor haar niet. Nou, de eerste keer. Ja, wel een kastje in ieder geval. Ja, dat vertel ik zo. En ik ben stiekem naar de volgende. Oh, ik ben de volgende. Ja. Maar nu hoor je natuurlijk ook een beetje wat het publiek allemaal gaat vinden. Want dat is vaak een beetje de verrassing. Of ze wel gaan lachen om jullie grappen. Of die daar wel gaan lachen om jullie grappen. Een mooie jurk gezien, Lucilla. Lucilla is ook altijd helemaal gek van de prinsessen jurk. En een mooie laarsje. Vond je het leuk om het elke keer als we elkaar te doen om hetzelfde te doen of niet? Dat is wel leuk, vooral als het een hele leuke scène is. Dan mag je het vaker doen, nog een keer. Ja. Ja. Dan is het wel heel erg leuk. Maar soms dan denk ik wel van, oké, is het nou al klaar? Nee, dan zijn we lang genoeg bezig. Ja. En hoe oud ben je, Kruimeltje? Ik ben nu 14. 14. En jij bent? Ja, ik word over een week 14. Oh, alvast gefeliciteerd. Hoor je dat, Lucilla? Die gaat.
Yes, yes! Als ik deze mis, dan word ik echt helemaal gek. Super Kreumel, Kreumel heeft er één. Nou Anna, dan ben ik heel benieuwd. Ja, zo. Ja. Wow. Wow, Anna. Oh. Teamwerk jongens. Succes met jullie film, hè? Bedankt voor het spelen. Doeg! Vroeger hadden ze geen gewone muziek, maar vroeger hadden ze een draaiorgel. En Lucilla gaat even draaien in een draaiorgel. Dat zijn allemaal liedjes die daar liggen en die gaan door dat orgel heen en dan hoor je muziek. Goed zo, Simma. Op de eerste rij. Ja. Lekker een verse sloopbaan. Ja. Wat drinken. Nee, wij zeggen let er moe in. Dat is het idee. Dat is lief. Dons en Pathé, van harte welkom op deze feestelijke première van Kruimeltje en de strijd om de goudmijn. Lekker met ons mee.
De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je